Feestelijke aankondiging voor voormalig ex-on-the-beach, double Dutch ster Dion en zijn vriendin Destiny, want het stel verwacht binnenkort hun eerste kindje samen. De blijde boodschap deelden ze afgelopen weekend vol trots op zowel Instagram als YouTube. Dion en Destiny, die al geruime tijd een stel vormen, hebben eerder geprobeerd om hun gezin uit te breiden, maar helaas werden ze geconfronteerd met twee tragische miskramen. Afgelopen zomer deelden ze hun verdrietige ervaringen, er is iets heel ergs aan de hand. Gisteren kregen we te horen dat ons kindje niet gezond is en we moeten donderdag naar het ziekenhuis om het te laten verwijderen. Dit weekend brachten de tortelduifjes echter een positieve wending aan hun verhaal met een liefdevolle foto. Wij zijn zwanger. Maar voor nu, groei nog maar heel even, luidde de bijschrift bij een familiefoto waarop de babybump van Destiny al duidelijk te zien is. Ook op YouTube deelde Destiny de vreugdevolle aankondiging in een vlog. In de vlog zien we onder andere hoe Destiny een zwangerschapstest uitvoert, Waarbij Dion enthousiast laat zien dat het resultaat positief is. Beelden van een echo onthullen een bewegelijke baby. Hier is hij aan het schoppen en aan het slaan, deelt een stralende destiny over de echo. Gelukkig gaat alles goed met het kindje. Tien tenen, tien vingers, en dat is het belangrijkste, legt Destiny verder uit. Het geslacht blijft nog een verrassing, maar Destiny heeft het gevoel dat het opnieuw een jongen wordt, terwijl Dion gokt op een meisje. De spanning stijgt. In december 2022 liet het stel al weten dat ze een kinderwens koesterde. We hebben wel een kinderwens, maar we gaan het rustig aan doen. Dat ligt helemaal aan hem, deelde Dion destijds. Als alles goed loopt en blijft lopen tussen ons, dan wil ik zeker een kind. En nu is het zover. Destiny heeft al een zoontje genaamd Eli, samen met haar ex Davy. De toekomst ziet er stralend uit voor dit gezellige gezin in wording.